Nou, ik vind het helemaal leuk. Hoe leuk is deze bak? Eigenlijk vind ik het heel erg leuk voor mezelf stiekem. Nou, ik denk trouwens dat dit wel mijn favoriet is. Hallo mensen, welkom terug bij weer een nieuwe video op het YouTube kanaal van Action Nederland. Mijn naam is Christina en misschien ken je me ook wel van mijn eigen YouTube kanaal, namelijk Christina K. En ik heb vandaag iets heel erg leuks. Moederdag komt er namelijk weer aan. En ik heb vandaag 20 cadeau-ideeën van onder de 5 euro. En alles komt natuurlijk van de Action. En ik kan echt niet wachten om alles aan jullie te laten zien. Ik ga jullie eerst meenemen de winkel in. En dan ga ik laten zien wat ik er allemaal gevonden heb. En ik ben heel erg excited. Dus mocht je dat ook zijn, blij dan gezellig even kijken. Doe ook alvast je duimpje omhoog. En abonneer ook zeker op het YouTube-kanaal van Action Nederland. Want dan mis je geen enkele upload. En laten we snel gaan beginnen met de video. Dit zijn in ieder geval hele leuke sets. Deze ook. En het past binnen het budget. Deze is denk ik iets te kinderlijk voor mijn moeder. En ook is te duur. Dit is ook altijd heel leuk. Oh, vooral deze. Dit is ook heel leuk als je moeder een bad heeft. Deze is ook heel erg leuk om te geven. In verschillende kleuren. Alleen wel iets boven het budget. Oeh, er zijn ook heel veel leuke tasjes en portemonnees. Oh, maar hier wordt toch ook elke moeder blij van. Oké, ik had dus een afspraak gemaakt bij de winkel en ik had 20 minuten om 20 cadeautjes van onder de 5 euro uit te zoeken. En ik moet zeggen, eerst klonk het als een moeilijke challenge, maar ik zag zoveel leuke dingen dat ik er snel doorheen was. En ik ben heel erg excited om alles aan jullie te laten zien. Oh my god, let's go! Als allereerste heb ik hier een kleedje met glitter. En ik heb hem in de kleur Bordeaux, maar je had hem ook volgens mij in een zilver. En ik heb dus Bordeaux met gouden glittertjes erop. Super mooi. Echt heel erg leuk. En ik denk dat mijn moeder dit ook heel erg leuk zou vinden. En deze is €4,98. Hoewel lente er weer aankomt en zo, is het denk ik nog steeds wel lekker om zo'n lekker kleedje op de bank te hebben. Dus ik ben in ieder geval heel erg blij met deze vondst. Dan heb ik hier een gift set met 6 mini parfummetjes voor €4,95. Ook mega, mega, mega leuk. Als je niet weet waar je moeder bijvoorbeeld van houdt, houdt ze sowieso wel van één van deze geuren. Dus dat is sowieso een hele leuke. En dan heeft ze ook lekker veel keus. Chocola, daar houdt echt elke moeder van. En dit is zo, zo, zo lekker. En kost €4,98. En hier heb je gewoon bijna een halve kilo aan chocola. Nou, echt heerlijk. En ze zijn zo lekker. Oh mijn god, ik hoop dat ik het red om dit aan mijn moeder te geven. En dat ik het niet stiekem zelf ga openmaken vandaag. Ik heb hier ook een body mist. En je hebt bij de Action verschillende body misten. Ook allemaal heel erg goed geprijsd. En dit is een date night body mist. En deze kost €1,98. Ook gewoon heel erg goed geprijsd. Oeh. Heel zoet, maar heel lekker. Ik had hem niet eens geroken. Ik zag date night staan. Ik dacht, dit komt wel goed. Ruikt heel lekker. Doet me echt denken aan een parfum die ik echt heel vaak ruik bij vrouwen. Nou, elke moeder kan wel wat ontspanning gebruiken. En toen ik dit zag, dacht ik, oké, dit is ook een hele leuke. Dit is namelijk een oogmasker. En volgens mij kan je dit gewoon in de koelkast doen. En dan wordt het lekker koel en dan kan je dat op je ogen neerleggen. Het is in ieder geval een heerlijk relaxed momentje. En ik denk dat dit gewoon heel erg leuk is voor elke moeder. En deze kost €0,99. Dus het is ook heel erg goed geprijsd. Ik zeg natuurlijk steeds aan je moeder geven, maar een andere belangrijke vrouw in je leven die je straks in het zonnetje wil zetten, kan dit ook natuurlijk heel goed gebruiken. En de rest van de cadeaus ook. Ik denk dat iedereen dit ook wel heel erg leuk zou vinden. Ik heb bijvoorbeeld ook een handmasker. We gebruiken natuurlijk heel vaak een masker voor je gezicht. Maar je handen kunnen natuurlijk ook wel wat verzorging gebruiken. Vooral we nu zoveel van dat gel gebruiken. Dat droogt zo erg uit. Dus een handmasker is super, super lekker. En deze kost €0,95. En het is bijvoorbeeld ook heel erg leuk om een klein gift setje te maken. Misschien met meerdere dingen. Dus bijvoorbeeld een handmasker, zo'n body mist, nog een gezichtsmasker of zo. Maar ik heb nog zoveel meer ideeën. Ik heb bijvoorbeeld ook een gezichtsmasker. En dit is met grapefruit. Maar je had het ook met ananas en volgens mij ook met watermeloen. Maar dit leek me in ieder geval een hele lekkere.
En dit is voor hydratatie en een zachte huid. En het ziet er ook al gewoon super mooi uit. En deze kost €1,49. Zoals ik al zei, is het misschien ook wel leuk om een eigen setje te maken. En daarvoor zag ik dus dit mandje. Hoe leuk met deze jungle print. Echt super, super leuk. Je hebt hem ook in verschillende formaten en ook andere kleuren. Maar dit leek mij in ieder geval heel erg leuk. Je kan hem ook gewoon losgeven natuurlijk. Of je kan natuurlijk ook iets leuks erin doen. En deze kost €3,99. En ik vind hem echt te gek. Het is ook echt zo'n lekker velvet stofje. Nou, ik vind het helemaal leuk. Echt super. Nou, ik heb heel veel verzorgingsdingen laten zien. En ik heb daar nog veel meer. Maar een accessoire is natuurlijk ook heel erg leuk. En ik heb hier als eerste een riem. Mijn moeder die draagt ook oprecht altijd riemen. Met van die zilveren details. Dus dit vond ik echt een hele leuke. En de riem was €3,95. Nou, mocht je zo'n setje helemaal niet zelf willen maken, zijn er natuurlijk ook heel veel gift sets gewoon al kant en klaar. Dat zag ik ook in de winkel. De keuze was reuze, jongens. Er was echt heel veel te vinden. En ik ben voor deze gegaan. Het is een limited edition van Spa Exclusives. En dit merk zie je veel vaker bij de Action. En ik ben voor deze gegaan, want ik vond ten eerste de kleur heel erg mooi. Als dat niet mega raar is. Maar ook omdat het met lotus is. En ik vind lotus altijd wel een hele lekkere geur. Maar ja, deze heb je dus ook in andere geuren. En deze kost €4,95. Oh, dan heb ik zoiets leuks. Eigenlijk vind ik het heel erg leuk voor mezelf stiekem. Maar dit is ook heel erg leuk. Stel je voor, je hebt een moeder die ook heel veel van accessoires houdt. Of make-upjes of andere kleine ditjes en datjes. Dan hoe leuk is deze bak? Oh mijn god, ik zag hem en ik dacht, dit is eigenlijk gewoon echt iets ook voor mij om te hebben. Ik vind hem in ieder geval ten eerste super, super mooi. En hier kan je bijvoorbeeld je ringen in doen, je kettingen, horloges of iets anders. Dus mocht je een moeder hebben die daar heel veel van houdt, is het denk ik een hele leuke cadeau. Het ziet er ook heel erg mooi en stevig uit. Echt mooi afgewerkt. En deze is €4,99. Dus net precies onder de €5. Nou, ik was zo blij toen ik dit vond. Ik denk dat dit wel mijn favoriet is. Ja, dit vind ik ook zo leuk. Ten eerste, kijk alsjeblieft even hoe dit ingepakt is. Oh, badzout. En een of een zeepje of een bath bomb. En shower gel. En deze was €3,95. Dan heb ik deze geurverspreider. En deze kost €2,95. En ik heb hem in de geur hammam. En dat vind ik en mijn moeder echt een heerlijke geur. Ik vind hem er ook echt heel mooi uitzien. En dit komt sowieso altijd heel goed van pas. Dus ik denk dat mijn moeder dit ook heel erg leuk gaat vinden. Trouwens, over moederdag gesproken. Wat gaan jullie eigenlijk allemaal doen? Gaan jullie een ontbijtje maken voor je moeder? Gaan jullie haar mee naar buiten nemen? Een picknick of zo? Wat gaan jullie doen? Ik denk dat ik gewoon gezellig op bezoek ga bij mijn moeder. Het is natuurlijk ook denk ik anders omdat ik niet meer thuis woon. Dus ik zie haar niet echt. En een ontbijtje op bed moet wel heel vroeg aanwezig zijn. Maar ik denk dat ik gewoon weer gezellig op visite ga. En even samen met haar ga koken of voor haar ga koken. Weet ik nog niet precies. Dus mocht jij nog leuke ideeën hebben, laat het even weten in de comments. Dan heb ik dit mega mega leuke toilettas. Je hebt hem ook in andere kleuren. Maar dit vind ik gewoon echt een hele leuke kleur. En deze kost €2,95. Het is bijvoorbeeld ook leuk om hier nog wat dingen in te doen. Bijvoorbeeld die body mist of zo. En dan heb je echt een heel erg leuk cadeautje. Zo cute. En hij is ook lekker groot. Past lekker veel in. Oké, dan heb ik nog een leuk cadeau. En toen ik het in de winkel zag, dacht ik, oh mijn god, het is zo leuk. En net even wat anders. Maar hier moet je moeder wel echt van houden. En ik weet niet eens of mijn moeder hiervan gaat houden. Maar dit vind ik persoonlijk echt een heel erg leuk origineel cadeautje. Dat is namelijk zo'n kweekset voor basilicum en tomaten. Nou, heel erg leuk. Dan nog een stukje mozzarella erbij. En je bent helemaal klaar. Nou, ik vond het heel erg leuk. Gewoon net even een wat origineler cadeau. Maar zoals ik al zei, je moet hier natuurlijk wel echt van houden. En het leuke is, deze is maar €3,89. Helemaal binnen het budget. En mega, mega leuk. Volgens mij heb je hier alles al wat je nodig hebt. Aarde, zaadjes en zo.
enige wat je hoeft te doen is dit ding water geven. En dan gebeurt volgens mij de rest gewoon vanzelf. Ik ben zo excited. Misschien is dit wel mijn favoriet. Weet ik niet. En om in de beauty sferen te blijven heb ik hier ook nog een kitje met zo'n borsteltje. En een scrub en een dag- en nachtcreme. En dit is ook heel erg leuk om te geven. Ook omdat er zo'n lekker borsteltje bij zit. En je hebt dus ook verschillende soorten borstels erbij. Ziet er echt heel erg chill uit. En deze kost €4,95. Nou, ik denk trouwens dat dit wel mijn favoriet is. Ik heb echt al 10 favorieten in deze video. Maar ook toen ik dit zag in de winkel, was ik zo blij verrast. Hoe mooi dit eruit ziet. Deze is €4,98. Dus ook onder de €5. En ik ben echt zo blij. Oké, ik ga hem toch stiekem overmaken. Ik denk niet dat mijn moeder dat heel erg zou vinden. Ik wilde het bijna zelf houden. Ik zie het al. Kijk hoe schattig. Een vaasje. Je hebt dus 4 van deze theelichthouders. Zo leuk. Nou, dit vind ik zo leuk. Oprecht. Ik wil dit zelf houden. Kijk hoe mooi. Even serieus. Dan heb ik nog dit kleine portemonneetje van €1,29. En aan de achterkant kan je hier ook nog pasjes in doen. En hier kan je natuurlijk ook pasjes in doen. Of kleingeld of iets anders. Heel erg handig. En super goed betaalbaar. Maar zoals je al eerder hebt kunnen zien in deze video, waren er echt nog veel meer tasjes en portemonnees. Maar ik denk dat deze mijn moeder wel het leukst zou vinden. Dus ik had deze meegenomen. Dan nog iets mega leuks. Een jade roller. Of is het een een jade roller toch? In ieder geval zo'n gezichtsroller. Het is dus een set met zo'n roller en nog zo'n hoofdbandje om je haar uit je gezicht te doen. En deze is €2,49. Dus ook heel goed betaalbaar. Maar ik vind het er ook echt heel mooi uitzien. Mooie groene kleur. En als allerlaatste heb ik hier slippers. Dit is dus mijn 20ste cadeau-idee alweer. Oh mijn god, het gaat echt hard. Maar ik heb zulke leuke dingen. Ik ben er oprecht heel blij mee. Maar goed, deze slippers dus. Zomer komt eraan. En deze zien er echt heel erg leuk uit. Je had ze ook in een tijgerprintje volgens mij. Maar ik vond deze wel heel erg leuk. En deze kostte €3,99. Dus zoals je ziet, ik ga vandaag van accessoires naar beautyproducten. Naar accessoires voor thuis. Naar een kleedje, een make-up tas, een kweekset. Het gaat alle kanten op. Maar er waren zoveel leuke dingen. En ik denk oprecht dat mijn moeder zo blij gaat zijn met de cadeautjes. Dus ik kan ook echt niet wachten om het aan haar te geven. Dus ik denk dat ik gewoon tijdens moederdag cadeautjes aan haar ga geven. Even een lekkere maaltijd ga voorbereiden. Of misschien even met een taart erheen ga. En gewoon weer ook gezellig met haar ga bijkletsen. Want ik heb haar de laatste tijd niet zo heel veel gezien. Dus het is ook weer hoogste tijd om gezellig bij te kletsen in ieder geval. Hopelijk heeft deze video je geholpen. Om wat inspiratie op te doen voor een cadeautje voor je moeder of iemand anders die je lief hebt, mocht jij nog geen cadeau-ideeën hebben bedacht. Ik ben oprecht heel erg versteld van al deze leuke dingen en dat ze dus allemaal onder de €5 zijn. Ik ben echt mega blij verrast en ik had echt mijn ogen uitgekeken in de Action, dus er is echt meer dan genoeg keus, gelukkig maar. In ieder geval, ik ga er weer een einde aan breien, want ik blijf maar kletsen zoals altijd. Nogmaals, vergeet niet om te abonneren op het YouTube kanaal van Action Nederland. En mocht je het ook leuk vinden om op mijn kanaal te abonneren, is die Christina K. Laat ook even in de reacties weten wat jij met moederdag gaat doen en welke cadeau jouw favoriet is. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!